Bij zenuwpijn um, zitten de pijnen in het zenuwstelsel zelf. Um, als je uh, normaal met een hamer op je vinger uh, slaat of je um, snijdt met een mes in je uh, vinger, dan is het zo dat er een prikkel is die leidt tot een elektrische impuls. En als die elektrische impuls in je hersenen aankomt, uh, dan um, voel je dat als pijn. Uh, bij zenuwpijn is het zo dat die impulsen spontaan ontstaan. En ook daar is het zo dat als die impulsen aankomen in de hersenen, dat je dat als... Pijn ervaart. Er zijn uh, specifieke symptomen die je vaak hoort. Uh, dat is uh, bijvoorbeeld uh, dat het gevoeld wordt als tintelingen, uh, als uh, mieren die over de uh, huid heen lopen. Het wordt gevoeld als een elektrische stroomstoot uh, of als uh, koude. Uh, wat kenmerkend is voor zenuwpijn is dat het uh, een nieuw soort pijn is. Uh, mensen hebben allemaal wel de ervaring van uh, kiespijn of met een hamer op hun duim slaan. Uh, maar op het moment dat ze geconfronteerd worden met zenuwpijn, is dat vaak echt een nieuwe sensatie die ze nooit eerder gevoeld hebben. Ja, er kunnen verschillende oorzaken zijn van zenuwpijn, um, waarbij je moet denken aan ja, dat het zenuwstelsel beschadigd raakt of dat er sprake is van een ziekte van het zenuwstelsel. Nou, beschadigingen uh, is bijvoorbeeld dat je uh, in je vingers snijdt en uh, dat je een zenuwtje doorsnijdt. Um, of da dat je bijvoorbeeld een, um, een bloeding in de hersenen hebt en dat in uh, ja, die bloeding uh, een van de pijnbanen meegenomen wordt. Uh, bij ziekte uh, moet je bijvoorbeeld denken aan um, suikerziekte. Suikerziekte kan de dunne vezeltjes van het pijnsysteem aantasten. Um, dit kan ook veroorzaakt worden door um, andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld chemotherapie. Ja, voorbeelden van uh, zenuwpijn um, uh, zijn bijvoorbeeld uh, de zenuwpijn bij diabetes, uh, de zenuwpijn bij lage rugklachten, uh, de zenuwpijn uh, bij kanker en de zenuwpijn na operaties. Om met de eerste te beginnen, de zenuwpijn bij uh, diabetes, uh, is het zo dat um, door uh, aan de ene kant uh, ja, een, een aantasting van de bloedvaatjes en aan de andere kant een ja, direct effect. Uh, van het hogere suikergehalte op het zenuwweefsel, uh, dat er een beschadiging kan ontstaan van de dunne zenuwvezeltjes. Die uiteindelijk kan leiden tot ja, spontane impulsen ja, die ervaren worden als de uh, zenuwpijn. Bij pijn bij lage rugklachten um, uh, moet je bijvoorbeeld aan de situatie denken van um, een hernia uh, van, uh, van een tussenwerverschijf. Uh, de tussenwerverschijf pijlt uit en um, uh, drukt op de zenuw. Enerzijds is daar natuurlijk sprake van een prikkel die leidt tot impulsen en tot een gewaarwording. Anderzijds is het zo dat als de zenuw beschadigd raakt, dat er ook spontane impulsen gaan ontstaan in zo'n zenuwwortel, die uiteindelijk leiden tot de zenuwpijn. Bij pijn bij kanker um, is het zo dat, um, ja, door de, door, uh, dat er een gezwel is in het lichaam. Uh, dat er natuurlijk aan de ene kant ook sprake is uh, van druk uh, op zenuwen. Aan de andere kant, op het moment dat het gezwel bijvoorbeeld ingroeit in een zenuw, ja, kan er ook een beschadiging van die zenuw ontstaan. En kan dat leiden tot uh, weer die spontane impulsen die leiden tot uh, zenuwpijn. Na operaties zien we ook nog wel eens dat er zenuwpijn uh, kan ontstaan. En uh, dat is vaak het gevolg van ja, het doorsnijden van uh, zenuwen tijdens een operatie. Heel bekend is uh, dat dat gebeurt bij uh, liesbreukchirurgie. Uh, als de zenuwen dan niet uh, opgezocht worden en, en uh, ja, doorsneden worden, ja, kan dat uh, leiden tot een uh, akelige zenuwpijn uh, in de lies uh, na de operatie. Belangrijke andere voorbeelden hiervan um, is ook naar rugchirurgie, uh, kan het uh, optreden. Het kan optreden uh, naar de uh, borstoperatie, bijvoorbeeld voor kanker. Um, en het uh, kan optreden naar operaties in de borstholte. Zenuwpijn is een lastige diagnose. Um, je ziet dat uh, huisartsen en medisch specialisten toch nog wel eens. Um, het lastig vinden om uh, die diagnose te stellen. En belangrijk is eigenlijk uh, het verhaal van de patiënt. Uh, dat is uh, de belangrijkste pijler om de diagnose te stellen. En is het is dan ook goed om duidelijk aan te geven um, als u deze klachten uh, beschrijft uh, van wat er aan de hand is. Uh, het is bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent geen pijn, en 10 de ergste pijn die je voor kan stellen, uh, zou je een cijfer aan kunnen geven. Dat zou je in een dagboek bij kunnen houden. Want pijn is niet altijd constant over de dag. Soms is het zo dat er aanvallen zijn met tussendoor geen pijn. Soms is het zo dat er aanvallen zijn uh, met tussendoor wel nog een zekere achtergrond. Pijn, dan is het handig om bijvoorbeeld ook aan te geven hoe vaak zo'n aanval voorkomt en hoe lang zo'n aanval duurt. Dit alles kan helpen om die lastige diagnose neuropathische pijn en zenuwpijn te stellen.